circulariteit winterrein in Nederland. We willen vaker materialen hergebruiken en afval voorkomen. Door grondstoffen nu veel vaker duurzamer in te zetten, zorgen we ervoor dat de aarde in de toekomst nog steeds kan voldoen in onze vraag. Gemeente Leiden heeft een hele grote verstedelijkingsopgave. Om dat te rijmen met de duurzaamheidsambities is circulaire bouw een steeds grotere rol gaan spelen. En dit kan gemeente Leiden niet alleen. Daar hebben we alle Leidse bouwbedrijven heel hard bij nodig. Ik ben Marijn en ik ga vandaag laten zien hoe we circulair bouwen in Leiden. We gaan vandaag op bezoek bij Braamslaan 80. Een woningcorporatieproject waar we heel erg trots op zijn. Marco, kun je iets vertellen over dit gebouw? Jazeker. Ons doel heeft ontwikkelaars de STEE opdracht gegeven om hier 25 duurzame sociale huurwoningen te bouwen. Dat wordt op dit moment gerealiseerd. En het gebouw bestaat voor een groot gedeelte uit hout. De wanden, vloeren zijn volledig uit hout gemaakt. Dat is een veel lichter materiaal dan beton. Dat betekent dat er minder zwaar transport hier naar de bouwlocatie nodig is. En het is ook nog eens een milieuvriendelijk materiaal, want er wordt veel CO2 opgeslagen in hout. Klinkt als een goede afweging. Ja, we vinden het zelf ook. En het is ook voor ons wel een beetje uitproberen. Maar we zien heel veel positieve effecten van deze manier van bouwen ook. Daarnaast is hout ook een materiaal wat je heel erg goed opnieuw kunt hergebruiken. Als het gebouw bijvoorbeeld in de toekomst ooit weer een keer gesloopt wordt, of gedemonteerd, dan kan het hout ook weer in een volgend project ingezet worden. Over sloop gesproken, daar gaan we nu naartoe. We staan hierbij van Diemes Sloopwerken, een Leids circulair sloopbedrijf. Gemeente Leiden is de eerste Nederlandse gemeente die circulair sloopbeleid heeft vastgesteld voor al haar eigen gemeentelijke bouwprojecten. Dat houdt in dat we vanaf 1 januari 2022 bij alle gemeentelijke projecten waar bouwmateriaal vrijkomen, circulair slopen. Hoe ziet een circulair sloopproject er bij jullie uit? Om circulair te slopen maken we altijd een goede inventarisatie van het gebouw. En de onderdelen die we direct kunnen hergebruiken zullen we voorafgaand verwijderen. En de rest van het gebouw wordt dan vervolgens gesloopt, goed gescheiden. En gemiddeld genomen kunnen we dan zo'n 98% hergebruiken. En wat doen jullie dan met al die materialen die jullie redden van de sloopkogel? Die gaan naar een plaats waar ze hoogwaardig worden hergebruikt. En bijvoorbeeld het hout gaat over het algemeen naar de DZP hier leiden. En mocht dat nou net onze volgende stop zijn? Nadat Van Diemen materialen heeft geoogst, moeten deze materialen weer klaargemaakt worden voor een nieuw leven. Vandaag volgen we de materiaalkringloop van hout. Maar ook bijvoorbeeld staal of steenachtig materiaal is heel goed her te gebruiken in de bouw, mits daar in het ontwerp rekening mee is gehouden. Hier op de houtwerkplaats bij de DZB wordt hout weer klaargemaakt voor een tweede leven. Hey Dennis, wat een gave werkplaats. Wat doen jullie hier eigenlijk met al dat circulaire hout dat jullie uit de sloop binnenkrijgen? Ja, bedankt. En wat wij ermee doen is dat we het allemaal weer verwerken. Wij bieden de service, dus de dienst van het ontspijkeren, zoals we dat dan zo mooi noemen. Dus het oude hout wordt weer nieuw hout. Dat verkopen we weer door of dat wordt weer gebruikt in de bouw. Of we maken er zelf producten van. En dat doen we met mensen met afstand tot arbeidsmarkten. Mensen die we graag wat willen leren. Ja, jullie doen echt hier ontzettend mooi en goed werk. En nu we hebben gezien waar het hout vandaan kan komen uit de sloop, hoe het weer verwerkt wordt, zodat we weer nieuwe producten daarvan kunnen maken, laat ik graag ook nog een plek zien waar dit circulaire hout ook daadwerkelijk weer is toegepast. Op naar het Arsenaal Universiteit Leiden. Ik heb jullie vandaag een heleboel laten zien. Eerst waren we bij een nieuwbouwproject waar hout losmaakbaar is toegepast. Daarna waren we te gast bij een circulair sloopbedrijf die ervoor zorgt dat materialen die vrijkomen hun waarde behouden. En als laatste waren we bij DZB Leiden, die ervoor zorgt dat vrijkomend materiaal weer een tweede leven kan krijgen. En nu zijn we in het Arsenaal, een onderwijsgebouw van de Universiteit Leiden. Hier is 2900 meter circulair hout toegepast. En moet je eens kijken hoe mooi dat eruit ziet. En het is nog duurzaam ook. We zetten grote stappen en er moet nog heel veel gebeuren. Om de vaart erin te houden hebben we alle Leidse bedrijven heel hard nodig. Doe je ook mee?